Vandaag in de vlog, het gaat niet goed met mijn rijlessen. Allemaal van die aanwijzingen waar je denkt, ja, ik weet het wel, ik deed het alleen even niet. Misschien verdwijn ik wel helemaal van internet. Kun jij voor jezelf nog een offline leven voorstellen? En ga ik echt zoveel geld uitgeven aan een nieuwe camera? Het schijnt echt een geweldige vlogcamera te zijn, er is één nadeeltje. Goedemorgen, ik heb over 10 minuten rijles en ik zie er helemaal niet zo tegenop dat dit punt nou ooit nog zou bereiken. Ik heb er zelfs wel een beetje zin in. Mijn rijinstructeur heeft sinds vorige keer een nieuwe auto. Eigenlijk lijkt hij er precies op. Het is precies hetzelfde model. Alleen zijn een paar andere dingen. Het is nu bijvoorbeeld een benzineauto in plaats van een diesel. Dus hij trekt heel snel op. En vorige keer reed ik dus ook de hele tijd te hard. Terwijl ik daarvoor toch altijd iets meer aan de slome kant reed. Vorige keer heb ik geleerd om in te parkeren in een vak en achteruit in te parkeren in een vak. Dat ging behoorlijk goed. Ik weet nog niet zeker of ik erover heb verteld in de vlog, maar dat ging behoorlijk goed. Benieuwd of we vandaag weer een bijzondere verrichting gaan proberen. En dan na mijn rijles mag ik eten en koffie, maar mag ik ook van mezelf een nieuwe camera bestellen. Ik kijk er erg naar uit. Tenminste, ja, ik weet dus nog niet zeker of het de camera wordt waarmee ik ga vloggen, maar ik hoop het wel. Ik heb er echt veel zin in om daarmee aan de slag te gaan, maar alleen het kopen is ook al een feestje. Nou, Pierre, here I come. Nou, dat was niet mijn beste les ooit. Misschien wel mijn slechtste. 2 keer de auto laten afslaan. Dat is volgens mij in al die lessen nog maar 1 keer gebeurd. Dus veel te snel de koppeling laten opkomen. File parkeren, dat hebben we al een keer gedaan. Toen ging het echt supergoed. Nu kon ik gewoon niet, ik kon gewoon niet onthouden. Ja, nu ben ik het eigenlijk weer vergeten. Dat is gewoon de truc dat je zijspiegel ter hoogte van de koplamp moet zijn. En dan moet je gaan indraaien. Wanneer moet je dan ook weer terugdraaien? Nou, sorry. Het ging 2 keer matig en 1 keer echt heel slecht. Stonden we op de stoep. Weer de hele tijd te hard gereden. Fietser over het hoofd gezien. Nou, dat ging wel goed hoor. Maar ik vind het wel vervelend omdat je dan allemaal dingen fout doet die je al wel weet. Dus dan uiteraard, ja, mijn rijinstructeur is ervoor om daar dan iets van te zeggen. In de categorie gas los als je schakelt. Of gewoon al, ja, allemaal van die aanwijzingen waarvan je denkt, ja, ik weet het wel. Ik deed het alleen even niet. Dus dat was, ja, dat zeg ik niet hoor. Maar zo voelde het wel een beetje. Nou ja. Ik denk dat het misschien nodig is om af en toe zo'n les te hebben die even een beetje matig gaat. Wel jammer, want vorige keer ging het zo goed. En dan heb je echt zo'n gevoel van, yes, ik heb het onder de knie. Ik kan dit. En nu is het echt weer van, oh, het gaat nog zo lang duren voordat ik dit kan. Nou ja, even wat eten, koffie. Dan heb ik straks een telefonisch interview voor nu.nl. En dan mag ik mijn camera gaan bestellen. Klaar voor. Ik zit er helemaal klaar voor. Ik bel je over 5 minuutjes weer terug. Prima. Oké, tot zo. Nou, dat was een kort interview. Hij had toch nog iets meer tijd nodig om wat dingen voor te bereiden. En morgen gaan we het opnieuw proberen. Maar het interview zijn we nu al iets van 2 weken aan het uitstellen. Dus het was wel weer geestig dat het nu eindelijk leek te gaan gebeuren. En nu gebeurt het weer niet. Ik ga koffie drinken en dan aan het werk. Nog even mijn podcast afluisteren. Kijk, dit is de camera die ik wil gaan kopen. De Sony ZV-E1. Met een mooie lens erbij natuurlijk. Ik heb allemaal Canon lens. Dus ik moet helemaal opnieuw beginnen met mijn lenscollectie helaas. Het schijnt echt een geweldige vlogcamera te zijn. Er is 1 nadeeltje. Ja, dat is toch absurd. Oh my god. En dan heb je dus nog geen lens erbij. En geen microfoon. En geen reserveaccu. En geen... Maar het schijnt wel echt de perfecte vlogcamera te zijn voor, kijk, hier staat het, pro-vlogcamera. Voor de professionele vlogger, ja, that's me. En het kan ook nog zijn dat hij veel te groot en te lomp is. Ziet er best wel lomp uit namelijk, maar hij schijnt best wel draagbaar te zijn. En dan stuur ik hem gewoon weer terug, maar ik ga het nu bestellen. Bam.
Ik heb lekker zitten monteren. Ik moet zo eventjes naar de naar het dorp om enveloppen te kopen en postzegels. Om heel veel stickers op te sturen naar nieuwe leden van Team Kijk Maar Even. Is nou ook zo'n mooie regenboogsticker wel? Het is Pride Month immers in juni. Dan kun je dus lid worden van Team Kijk Maar Even op kijkmaareven.com. En als je lid wordt voor 5 euro per maand, krijg je dus een sticker. Maar als je geen sticker wil, kun je ook lid worden voor 3 euro per maand. En dan krijg je een podcast. Deze week is er een leuke podcast met onder andere een fragment waarin ik op zoek ga naar mijn sleutels en mijn pinpas. En dat, ik ga er niks over verklappen. Het is een spannend fragment. Maar eerst, voordat ik postzegels ga kopen, eventjes een kijkersvraag. Dit is de kijkersvraag van de dag. Tahin NL vraagt, een vraag geïnspireerd op dat je vakantie fijn vond doordat je nog deels vlogde / socials deed en een telefoonloze avond. Oh ja, ik was op één avond in Griekenland mijn telefoon vergeten mee te nemen. Dan had ik me daar zo soort van bij neergelegd, maar toch wel vaak naar mijn zak gegrepen. Mijn broekzak. Kun jij voor jezelf nog een offline leven voorstellen? Zowel in het dagelijks leven als een retraite. Ben je benieuwd naar welke reflexen / inzichten je hebt tijdens en na deze periode? Nee, ik zie ook niet zo goed het nut ervan in. Ja goed, als jij er blij van wordt, dan moet je natuurlijk dat lekker doen. Maar ik vind eigenlijk, ik vind het zo geforceerd om de hele tijd zo op zoek te gaan naar telefoonloze offline momenten. Ik denk dat het veel slimmer en verstandiger en beter is, in ieder geval voor mij, om te proberen een manier te vinden om een balans te vinden tussen lekker internetten, wat ik heel erg leuk vind, waar ik heel blij van word. En lekker offline leven met vrienden hangen en op de bank liggen en slapen. En wandelen bijvoorbeeld. Nog een bonusvraag van Freya. Afgelopen woensdag was ik ook bij het grote spektakel van de mediameiden. Ik zag je daar lopen en ik wilde je heel graag aanspreken, alleen durfde ik niet helemaal. Ik was bang dat ik op een ongelegen moment een gesprek met je wilde voeren en daarom heb ik je niet aangesproken. Achteraf heb ik er spijt van, want ik had het heel leuk gevonden om even kennis te maken. Mijn vraag dus aan jou, hoe is dit voor jou? Zijn er inderdaad vaak ongelegen momenten waarbij je eigenlijk geen zin in hebt? Of vind je het juist alleen maar leuk als iemand je aanspreekt? Goeie vraag, want dit gebeurt de laatste tijd steeds vaker. En het grappige was, ik was dus met Bonnie bij de mediameiden. Ze had daar een story over gemaakt en op Instagram gezet van, ik ga zo naar de mediameiden. Als je me ziet en je wil even hoi zeggen, vooral doen, vind ik alleen maar gezellig. Ik vond het heel leuk dat ze dat er zo bij zetten, maar ze vertelde dat het ook wel was, omdat ze anders de volgende dag allemaal berichtjes kreeg van mensen zoals dit. Van, ik zag je lopen, maar ik wist niet zeker of je het erg zou vinden. En dan ben ik natuurlijk lang niet zo beroemd als Bonnie, maar ik krijg ook best wel vaak dit soort berichtjes. Gisteren nog had iemand me zien lopen op station Amersfoort en die durfde toch niet gedag te zeggen. Dus het lijkt me goed om het even hier in de vlog te zeggen. Ik vind het eigenlijk altijd leuk als je hoi komt zeggen. En als het echt heel slecht uitkomt, als ik echt heel chagrijnig ben, ik heb helemaal geen zin, dan zal ik dat zeggen. Of dan doe ik misschien een beetje, dan hou ik het misschien kort. Maar eigenlijk vind ik het altijd alleen maar leuk. Ja, het kan ook zijn dat ik met een groepje vrienden ben en dat we ergens naartoe onderweg zijn. En dan is het soms een beetje awkward dat ik zo achterblijf en dat zij dan ondertussen zo doorlopen. En ik zo, Maar als je me ziet en je wil hoi zeggen, kom gewoon gezellig naar me toe. Dan maken we een praatje. En als je op de foto wil, mag je ook gewoon altijd vragen of je op de foto wil. Ja, het klinkt nu een beetje arrogant, maar heel vaak als ik een kijker tegenkom, dan voel ik zo dat ze misschien wel zouden willen vragen om een foto, maar dat ze toch niet echt durven. En dan is het ook zo raar als ik dan ga zeggen, wil je op de foto? Zeker als ze dan zeggen, nee. Ik vind het alleen maar heel erg leuk om kijkers te ontmoeten, want het maakt het allemaal iets minder abstract om even wat gezichten erbij te zien. Oké, ik ga naar het dorp. Postzegels kopen. Ja, je kan natuurlijk ook postzegelcodes schrijven. Heb ik laatst nog reclame voor gemaakt. Is ook heel handig. Maar niet als je 100 brieven moet versturen. Dan wil ik gewoon plakken.
floret head. Oeh, ik ga lekker eten en de Great British Bake Off kijken. Ik heb nog even een paar uurtjes zitten werken. En ik voel me weer niet zo lekker. Dus en een hele week liggen janken in deze vlog. Ja, denk het wel. Dus ik ga mezelf een beetje opvrolijken met het nieuwe seizoen van I Think You Should Leave op Netflix. Comedy sketch serie met Tim Robinson. Ongekend geestig is dat. Als ik daar niet van opvrolijk. Echt een kijktip als je van hele absurde, ongemakkelijke humor houdt. Morgen komt hopelijk al mijn nieuwe camera binnen. Dus misschien, ja, het ligt een beetje aan hoe laat die binnenkomt, maar misschien klik je morgen de vlog aan en denk je, wow, wat ziet het er vet uit. Nou, ik weet niet of het veel beter is dan dit hoor, want dit is gewoon een hele goede camera met een hele dure mooie lens die er nu op zit. Daarom is het zo mooi blurry op de achtergrond en daarom zijn mijn ogen zo scherp. Dus misschien zet ik morgen die camera aan en denk ik, nee, ik vond mijn oude beter en dan stuur ik er gewoon weer terug. Maar die kans is denk ik wel klein, want ik hou gewoon erg van nieuwe spullen. Van nieuwe apparatuur, van nieuwe gadgets. Dus ik verheug me er ook wel erg op om daarmee aan de slag te gaan. En ik wil morgen ook even, ja, eigenlijk gewoon gaan shoppen. Ik moet even iets leuks hebben om aan te trekken zaterdag bij de Utrecht Pride. Het wordt heel warm, dus ik denk gewoon misschien wel een korte broek. En een leuk shirt of een leuk overhemd of iets. En morgen vindt dan eindelijk dat interview plaats, wat eigenlijk vanmiddag zou plaatsvinden. Ik heb het gevoel dat er nog iets in mijn agenda stond, maar goed, dat zien we morgen wel. Ja, ik weet eigenlijk niet waar deze vlog over ging. Sorry, ik vertrouw er maar even op dat jullie het me vergeven dat het even niet zo heel spannend is. En dat jullie me even wat tijd en ruimte geven om mijn gevoelens op een rijtje te zetten. Voordat ik ze met jullie allemaal kan delen. Want dat is nogal een grote stap tegenwoordig met zoveel kijkers. Dankjewel voor het kijken en tot morgen. Kijk maar even. Doei! Dit is de kijkersvraag van de dag.